Oké, daar zijn we dan weer met een gloednieuwe video. In deze video aanzetten we natuurlijk weer een lekker Fortnite potje. En ja, ik heb er zoveel zin in. Ik ga jullie ook wat vertellen vandaag over de dubbelpump. Zoals jullie waarschijnlijk in het thumbnail en titel wel hebben gezien, is de dubbelpump gewoon terug, jongens. En je vraagt je waarschijnlijk af waarom. Nou, ik zou je zeker, dat moet je zeker maar gaan afvragen. Dat ga je namelijk achterkomen in deze video. Dus als je zou willen weten waarom de dubbelpump terug zal zijn, dan zou ik zeker even deze video afkijken. Ik vertel het namelijk ergens random in de video. Voordat deze video begint, wil ik jullie eerst even vragen of jullie allemaal even een blauw duimpje omhoog willen doen. Vergeet ook zeker niet te abonneren, dit is volledig gratis. En ja, ik upload dagelijks content. Maar liefst 7 verschillende spellen. Dus dat houdt in dat per dag een ander nieuw, leuk, uniek, mooi spel komt. Ja, eigenlijk wel. Dat houdt het eigenlijk in. En ja, voor de mensen die nieuw zijn, abonneren heb volledig gratis. Dat zal super vet zijn. We landen in ieder geval vandaag in Pleasanture Park. Dus ik ben benieuwd of we een potje kunnen winnen. Ik wil misschien vandaag, als het niet te snel potje wordt, misschien ook nog wel even naar Salty Towers. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Dat is namelijk best wel een drukke plek. Salty Towers is leuk. Leuk dat ze het terug hebben gebracht. Als je onder steen hebt gelezen, Salty Towers is een combinatie van Salty Springs en Tilted Towers. Nou ja, het is gewoon zo druk. Het is eigenlijk net zoals vroeger. Eigenlijk wel. Daar komt eigenlijk gewoon op neer. Het is gewoon precies zoals vroeger. En ergens is dat natuurlijk super nice. En Fortnite heeft ook daarmee super veel mensen weer terug. Ja, teruggekregen omdat ze dit simpelweg weer hebben teruggebracht. Dus dat hebben ze goed gedaan. GG Fortnite. Waarom zie ik hier 3 kisten staan? Oh, is dat een kluis? Dat wel. Nou, dat is weer 100 goud erbij. Nice. Even kijken. We hebben een AR en bandage. Dus daar kunnen we wel wat mee. Dat is wel nog een AR, maar ja, die is niet. Oh, lekker bezig. Verkeerde knoppie. Het is donker, jongens, laat me. Die en dan nog dit even omswitchen. Ik weet niet of ik de, hoe heet het, al ga innemen. De big pot. Nou, ik druk op allemaal verkeerde knopjes. Ik wil editen, maar dat ging niet. Ja, ik weet niet of ik de big pot allemaal inneem. Misschien moet ik eerst even wachten tot ik minis heb. Dus. We hebben al 3313 goud, maar liefst, joh. Super nice. Echt nice is dat. Jongens, we gaan gewoon voor de 10.000 goud sparen. Voor de rest heb ik echt geen idee wat ik met dat goud kan doen. Dus als iemand misschien een tip heeft van wat ik met dat goud kan doen, laat het zeker even weten in de reacties. Want dan, ja, weet ik dat weer. Nog een AR. Hebben we niks aan, geen shields helaas. Oeh, het lijkt me wel leuk om de 10.000 goud te halen. Dus, we hebben eigenlijk alleen maar een AR. En ik zie nou iemand naast me en dat geeft me een beetje zorgen. Oh, dit is wel nice. Nice. Zit dit. Precies wat ik nodig had. Even kijken waar diegene is dan. Hier. Oh! Niet spammen jij. Oké, misschien brengt potje nummer 2 ons meer geluk, maar tot nu toe niet echt. We hebben echt een hele slechte landing. De kist wordt voor me weg rood en ik doe ook een kop. Dus dat begint niet heel goed, maar het kan natuurlijk altijd nog. Hè. We hebben in ieder geval een wapen nodig. Wel jammer dat we net gewoon precies werden aangereden terwijl we in een gevecht zaten. Dat was gewoon jammer. Jammer dat ik ook geen minis vond het vorige potje. Dat was gewoon zonde. Wat wil je nou doen met je sniper? Probeer mij te no-scopen. Denk je nou echt dat jou gaat lukken? Oké. Okay. Als je dat wil denken, dan denk je dat toch? Ja. You are being targeted. Oh my god. Nou moet ik weg. Nou moet ik echt weg. Om nou gewoon. Come on man. Hoeveel ongeluk kan je hebben? Echt waar. Ik heb geen eens de tijd om minis in te nemen, joh. Echt waar. Nice, dat is in ieder geval een shotgun. Denk ik gewoon lekker hier ga campen en ga uitzitten tot wanneer diegene zeg maar binnenkomt. Zo. Ik ga gewoon lekker hier zitten. En ik zie wel wat er gaat gebeuren, jongens. We hebben 1 streepje op hand, maar ik wil eigenlijk niet die blijft zitten. Zo ben ik. Ik vind dat saai. Campen. Echt saai.
moet actie in zitten. Een actie is reactie namelijk, zoals je net zag, het vorige potje. Ik dacht dat dit potje ook slecht zou aflopen, maar we zijn er aardig goed mee weggekomen. Moet ik eerlijk zeggen. Ik zal trouwens deze video ook even hebben over de dubbelpunt. Nou ja, daar vind ik nu al een mooie tijd over. Er is namelijk een shotgun genaamd de DAP. En dat houdt in, ja dat is gewoon een shotgun. Een, ja, hoe heet die, zo'n rare shotgun die je kan kopen. Nou, als je namelijk de DAP en een andere shotgun hebt, dan kan je heel snel switchen. Net zoals eigenlijk bij de dubbelpump. Dus ja, wat houdt het in? Je hebt de DAP en bijvoorbeeld de tactical shotgun. Die kan je heel snel, ja, zeg maar, switchen. Naast, of ja, eigenlijk als je naast elkaar... Er zit geen delay op, zeg maar. Nee. Als ik nog een shotgun zal vinden, zal het heel fijn zijn. Nou, toevallig. Nou, kijk, er zit delay in. Als ik schiet, let op, hè. Dan zie je dat er een cirkeltje gaat ronddraaien. Nou, dat houdt in dat er een delay in zit. Maar als je namelijk de DAP en een andere shotgun hebt, dan gebeurt dit niet. Dus ja, dat is gewoon een hele overpowered trick natuurlijk. Zo heb je alsnog de dubbelpunt die natuurlijk in chapter 1 ooit is geweest. Voor de chapter 1 spelers, die weten dat nog wel. Nou ja, zo kan je de dubbelpump eigenlijk een soort van terugbrengen zonder dubbelpump. Eigenlijk zonder pump. Dat houdt het in. Maar ja, het werkt wel. Dus dat is super nice natuurlijk. Wauw, 3 goud uit een kassa. Nice. We zijn nog voor 3 minuten targeted. Nou, dat vind ik niet zo heel nice eigenlijk. Want zij kunnen mij nou gewoon zien op de map. Dat vind ik niet zo leuk. Zij kunnen gewoon zien waar ik ben. Nee. Gewoon zien waar ik ben. Ja. Mooi vrachtwagen dat je er niet... Oh nee, hij zit in de buurt ergens. Hè? Oh nee. Ik switch naar 3. Die hoor je niet en ik ga me verstoppen. Yo, dat is niet normaal hoe erg ik mij ga verstoppen. Hij zit letterlijk naast me ergens, hè? Net. Oké, kom op. Oké, dun 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 dun. Jongens, we zijn undercover. Oké, nice. Damage with legendary weapons. En dan moet je one legendary weapon hebben, hè? Ik wil weg. Maat, ik wil niet meer. Alles even oppakken voor de XP. Ja, ja. Level 24 zijn we al. Super nice. You get sniped. Oh, man. Gaat hij net lopen, hè? Nummer 1 is weer lekker recht. Bro. Ga dat niet doen. Het is ook gewoon de grootste bot ooit. En die zijn juist irritant. Dan word ik weer gesniped. En ik kan me gewoon niet concentreren op hoe ik schiet. Zo erg is het. Oh, damn it, jongens. Eerste potje van de dag, dat zal je altijd zien. Ga weg, jongen. Echt die bounties, jongen. Ga uit de game of zo. Echt waar, jongen. Dan zijn die dingen irritant, man. Die bounties. Je kan gewoon precies zien waar diegene op de map is. Echt het meest irritante echt in de hele game. Dat vind ik het enige nadeel van dit seizoen, zeg maar. Die bounties, weet je. Het is allemaal heel erg leuk natuurlijk. Maar hij kan je gewoon zo spotten op de map. En ja, dat is dan weer minder. Nou, begin ik hem wel een beetje rustig aan kwijt te raken. Hij heeft nog maar 53 seconden. Dat is lekker voor hem. Ik ga gewoon zoveel mogelijk ja, weg proberen te komen van hem. Want ja, ik heb hier geen zin in. Nog 40 seconden. Ik weet ook niet of hij achter me aankomt eigenlijk. Een vraag van vandaag is dat wel. Het is wel een vraag van vandaag of hij achter me aankomt. Ja, ja. Jongens, ik denk het wel, want het balkje gaat steeds meer omhoog. Ik denk het eerlijk wel. Ik zie het balkje steeds meer aanhaag. Nog 21 seconden. Dan ga ik lekker dansen, jongens. Waar zit je dan?
als ik nu nog de laatste seconde word gekeild, dan word ik echt boos. Want hij heeft hij gewoon zijn bounty gehaald, dan wil ik niet. Dan wil ik niet, dan wil ik niet, dan wil ik niet, dan wil ik niet. Ah! Nice. Oh, heb je hem weer? Ga weg! Hoezo zwemt hij niet? Echt, wat een spel dit, jongen. Hoezo zwemt hij niet? Oh, ik ben zo geconcentreerd, jongens. Echt waar, wat een spel dit. Wat een spel dit. Echt waar. Werkelijk waar. Hij volgt me gewoon nog steeds. Maar gelukkig kan hij me nu niet meer zien op de map. Dus dat is wel heel chill. Ik moet echt even healen nou. Anders is het klaar zo meteen voor mij. Oké, we nemen gewoon alles in. Dat scheelt weer een slot. Gaan wij even alles reloaden. Okay. Ik wil hem nou ook zo graag killen. Want hij is zo irritant hij, hè. Echt waar. Okay. Nice. Hij jumpt net op dat ding. Where you at? Achter de boom verstoppen. Nou, hij hoort hem niet, joh. Hoort hem niet. Ik kan hem beter met rust laten. Zodat ik veilig echt naar de cirkel kan lopen. Zonder dat ik weer de hele tijd achtervolgd word door iemand. Het zal wel nice zijn. Even kijken. Zo. En dan. Zie ik nog ergens iemand? Ja, daar zit dan iemand. In ieder geval twee mensen, want ik hoor hem schieten. Dat is gebouwd. Ja. Een airdropje. Is het voor mij? Is het voor mij? Trouwens, de video van gisteren nog niet gezien. Zou ik je zeker even aanraden om te gaan kijken. Ja, ja. Zou ik je zeker even aanraden. Dat was een superleuke video natuurlijk. Dat was, ja, wat was dat ook weer? Worms Rumble, jongens. Ik heb gewoon een nieuw kill record gehaald. En mijn mooiste kill van heel het spelletje. Ik zal zeker even aanraden om te gaan kijken. Dat was gewoon super cool. Ik kijk er gewoon even. Een sniper. Een sniper. That's what we need. Oké. Okay. Zo. Nou, hartstikke grote, blij grote, mooi. Daar is iemand aan het vliegen. Die gaat ons irriteren natuurlijk. Als altijd. Jongens, sneaky modus is aan. Ik snipe helemaal mis. Ik snipe helemaal mis. Come on, man. Doe niet zo. Come on. Zak in die grond. Dat, dat wordt hem niet, jongens. Dat wordt hem niet. Het is dom als ik erop afga nu. Minis. Ja. Kun je niet, kan ik die niet oppakken. Als je in de grond zit. Ah! Dus dat was wat ik geraakt. Was wel echt grappig geweest. Ja. Nice. Ratatatata. Full gas gaan we even naar. Je gaat ook echt snel in dit zand hoor. Echt niet normaal. Ik wist geen eens dat hier iemand was, hè. Ik zag hem geen eens. Ineens bots ik tegen hem aan. Laten we zipline pakken naar boven. We laten hem gewoon lekker met rust. Op wonderbaarlijke manier is hij daar snel gekomen. Ik weet alleen niet hoe.
Lucky Strike misschien. Nee! You kidding me? Ik drukte zo hard op E. Dat lukte niet. Ik word zo gek van deze mensen in dit potje. Ze zijn echt irritant. Echt waar. Laten we even healen. Nou, net op, dan word ik gesniped natuurlijk. Dat nog net niet, maar daar zit wel iemand. Wat is dat? Wat is dat? Geen idee. Als iemand dat weet in de reacties, laat maar even weten. Zo, zijn knight is te krijgen in zijn eentje. Hoezo doet hij dat? Er is niemand bij hem. Hier is ook iemand, echt hoor. En daar. Geen idee, letterlijk. Een beetje een... Ja, niet zo'n goede plek om te zijn nu. Heel donker en... ja, bots. Heb je ook last van. Hier, een blauwe tag. Die wil ik wel. Ja, ja. Die wil ik wel. Deze is gewoon niet geloot, deze guy. Is het allemaal voor me? Is het allemaal voor me? Oh, nee. Ik hoor enge muziek en dat wil ik niet. Enge muziek en dat wil ik niet. Ik heb geen zin in enge muziek. Kijk, daar heb je het al. De bots. De oude vertrouwde bots, jongens. Ga eens weg, joh. Gekkie. Hier is een geheim hokkie. Gewoon een geheim hokje. Hallo. Vroeger was dit echt zo'n hok waar je een trap in plaatste, weet je wel. Zo'n spike trap. En dan liep iemand erin en dan had je iemand gekild. En dan was je gewoon blij omdat je eigenlijk niks had gedaan. Maar je toch wel iemand had gekild. Even kijken. Waar zijn nog mensen? Is wel al genoemd. Ja, dat was het gevarenschot. Dat hier dus iemand in de buurt ziet. Ah, ja. Dan mag ik wat mets gaan verzamelen, want er is goed hulp natuurlijk. Dan moeten we eigenlijk weer terug naar Hunter's Haven lopen. Waar ik eigenlijk weg wou, maar ja. Als de cirkel eindigt, dan kan je er moeilijk nee tegen zeggen natuurlijk. Dat gaat een beetje lastig. Of je moet dood willen gaan door de storm, dan kan dat natuurlijk wel. Maar ja, ik weet niet of je dat, wel zou willen, zeg maar. Ik denk dat we best boven op deze berg kunnen gaan zitten. Nee, we hebben echt een high ground, jongens. Echte high ground. Het zal me ook niet verbazen als daar al iemand zit. Dus daar moet een beetje voor passen. We hebben 3 kills, 8 mensen alive. Nice, sick, sick. Oké, bijna weer letterlijk 1 pixel en dan zijn we level 25. Maar het valt me dit seizoen wel op dat we heel weinig XP steeds nog moeten totdat we een nieuw seizoen... Of, het is een nieuw seizoen. Dat we een hoger level zijn. Dat valt me echt heel erg op. Maar echt heel erg dan. Hebben ze dat toegevoegd? Je hoort het zo. En, hier is iemand. Waar je at, Fred? Zit net daarachter. Daar is een Una Airdroppa. Maar die verdwijnt nu in de silicon. Oh, waarom was dat nou weer allemaal mis? Zo, er ligt een loot daar, maar waar is hij? Hoezo loot hij dat niet? Kijk dan wat een loot daar ligt. Ja. Spot it. Kijken of er nergens anders vandaan gesniped kan worden. Warden. Waar zitten ze allemaal dan, hè? Dat is wat ik me dan afvraag. Oh, damn. Wat? Was ik zo low? Ja, ik ben inderdaad zo low. Maar was ik zo low dat hij me gewoon zo easy killed? Oké, GG denk ik. Ja, dikke GG.
Ja, ik ben helemaal verbaasd, joh. Ik ben helemaal van mijn stokkie. Nou ja, dit was dan wel de video van vandaag. Ik ga jullie super erg bedanken. Ik heb jullie vandaag verteld over de dubbelgrump, dus daar ben je dan ook weer van op de hoogte. Ja, we hebben een stacks. Iets leuk, hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken. Laat nog even een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren. Volledig gratis. Upload 7 spellen per week. Dus dat is vast wel een leuk spel voor jou. Check even de kanaalbeschrijving als je dat wil weten. Laters.